What's up, mijn naam is Gary Dijmenot Gravenbeek en welkom bij CZ at Home. Deze week gaan we jullie meenemen naar de verschillende culturele broedplaatsen in Utrecht. Denk aan artiesten, muzikanten, je kan het zo gek niet bedenken. Dus blijf kijken en je hebt genoeg kijkplezier. Metja! Ja! Binnenkort kun je in de achterzaal van het filmcafé van de kunstinstallatie Mutatio genieten. Deze is gemaakt door studenten van de HKU Intermedia in samenwerking met het Filmcafé. Mutatio is een surrealistische ervaring met 360 graden geluid en beeld. Goedemiddag, welkom bij het Filmcafé. Mijn naam is Pieter de Groot, ik ben hier eventmanager. Het Filmcafé is een bioscoop, evenementenlocatie en club. En wij zijn door de coronamaatregelen, net zoals heel veel locaties, enorm beperkt in wat we kunnen doen. En bij ons borrelt wel een heel hoop creativiteit om nieuwe plannen te gaan ondernemen. Dat wij heel erg merken dat er een uitlaatklep nodig is om toch van de huidige maatregelen en realiteit af en toe even te kunnen ontsnappen. En toen zijn we naar de HKU gestapt. Daar hebben we dit vraagstuk voorgelegd aan studenten van het Intermedia project. En zij zijn hier in de achterzaal nu 4-5 dagen per week bezig om een show te gaan maken die toch die leegte gaat vullen. Ik ben Joris Smaal en ik studeer op de HKU AVM, Audiovisual Media, in het derde jaar. Ik ben Sietske. En ik zit ook in het derde jaar en dan 3D-animatie doe ik. We willen juist laten zien dat je even weg kan zijn van de wereld, in een andere wereld kan zijn. Het is echt een 25 minuten durende show waarin je een soort van dwijnt. Hoi, ik ben Owen. Ik studeer 3D-animatie aan het HKU. En binnen dit project denk ik dan conceptueel na over de visuals. Ik ben Alexander Bieling, ik ben ook 3D-animatiestudent, derde jaar. We werken in 4 verschillende stijlen eigenlijk. En we hebben allemaal wel een hele unieke stijl met wat we doen. Dus dan denk ik ook heel veel na over hoe kan het ergens in terugkomen en hoe komt het een beetje samen uiteindelijk. Mocht jij nou al heel graag naar onze show willen komen, hopelijk gaan we 3 december online met de première. Ben jij nou zelf een maker in de mediakunst of in de filmkunst of producer of DJ? Bij deze zouden we eigenlijk graag een open uitnodiging willen sturen aan jullie om onze ideeën toe te sturen. Want als deze show klaar is, dan willen wij de installatie die hier nu staat, met de beamers en de audioopstelling open gaan stellen voor nieuwe projecten. Mail je ideeën naar info@mutatio-official.nl. En hopelijk zie ik jullie binnenkort bij Mutatio. En dan zijn we nu aangekomen bij vind ik stiekem wel het leukste item. En dat is mijn eigen item met mijn eigen collectief, Mensja Collective. Wij zijn een interdisciplinair theatercollectief en we maken theater voornamelijk voor millennials. Daarnaast zijn we allemaal gewoon ZZP aan het werk in het werkveld als dansers, acteurs, muzikanten. Wat we vandaag gaan laten zien, dat is een voorvertoning van onze voorstelling 3 Bar. We gaan 6 november spelen in het Maastheater in Rotterdam. En 6 december hebben wij onze eigen expositie die in het Huis Utrecht zal zijn. Dus blijf kijken en je gaat, again, verrast worden. Proef! Hey, je bent er. Kom verder, kom verder. Welkom in ons theaterhuis. Let niet op de rommel, let ook een beetje op waar je stapt. We hebben geen tijd gehad om op te ruimen. Wat fijn dat jullie er zijn, hè? De mensen die er echt toe doen, ons publiek. Ik kan wel zien dat jij een echte kunstliefhebber bent. Hè? Net zoals wij. Oh. Focus. Net zoals ik. En wij kunstliefhebbers, wij zijn er niet zoveel meer tegenwoordig. Nee. Wij zijn tegenwoordig een gevaar geworden. Ja, met onze politieke opvattingen, onze meningen over de samenleving. Let op onze jongeren, denk aan de toekomst, bla bla bla. Onzin, zeggen wij. Nee, kunst is een levensbehoefte. Net als brood, net als water. Snap je? Wij zijn geen gevaar. Oh, dit zijn trouwens Ali en Jeffrey. En mijn naam? Mijn naam is Frankly. En dit hier is Gary. Gary. Hey.
En samen, samen vormen wij Mensia Collective. Wij zijn een interdisciplinair theatergezelschap. Hey, boys, publiek is er. Anders ga alvast klaarstaan in de coulissen. Ja. Toi. Let's go. Kom maar verder. Interdisciplinair betekent dus dat wij allerlei soorten kunstvormen verkopen, repeteren, produceren. En dat verkopen we dan weer aan het grotere publiek. Wij zijn geen gevaar. Nee, het is juist nodig. Wij zijn nodig. En zo hebben we verschillende lijnen rapteksten, we hebben grammetjesdans, we hebben villages, monologen en als je echt lekker wil gaan, dialogen. Kom je nog? Volg me maar. Wij echte kunstliefhebbers, wij kunstkenners, wij zijn er dus niet veel meer. Daarom is het belangrijk dat we dit nog even tussen ons houden, hè? Is dat duidelijk? Heel goed. Wat je nu krijgt te zien is namelijk een voorproefje van wat wij als Mensia Collective, interdisciplinair theatercollectief, maken. Ben je er klaar voor? Mensia! Mensia! Ga je lekker? Jawel, hè. We hebben nog veel meer. Let op hoor, het is een beetje donker. Mens zal ik blijven, ben op zoek naar de roots. Mijn pen laat ik schrijven en inkt verwatert al mijn bloed. Benamingen staan me goed, maar ik laat het niet meer toe dat je me noemt bij mijn roepnaam. Volg mijn toespraak. Van mijn aderen tot bloedbaan, doorgaans voel ik mijn voorvaders die dagelijks op de stoep staan. Gevoelsmatig wordt me gevraagd of het wel goed gaat, doe raar. Maar ik moet vaak zorgen dat ik geen troep maak. Dus ben ik ready for war. Ready nu to rumble, ik ruik een beetje twijfel en ik stambel nu allang. Voor het volk aan strijden, we hangen hem als Saddam. Bevrijding Irak, Iran, omdat het niet langer kan. En zo word ik ziek van deze planeet. Ik zit beter met mijn leven zonder dat het echt een plan heet.
Je kan mee als wij bewegen alleen als je zelf de stap neemt. Je moet niet blijven zitten als je dat al in de klas deed. En dan het zoet geluid van applaus. Net zoals in elke aflevering zal Hanna ons meenemen in een historisch weetje over de Domstad. Met als thema deze keer het verdwenen museum. Veel kijkplezier. Het is tijd voor een stukje geschiedenis uit Utrecht. Mijn naam is Hanna en ik ben historicus van Goeie Oude Koeien. En in elke aflevering van CZ at Home vertel ik je iets over het Utrechtse verleden. En vandaag, in deze aflevering, neem ik je mee naar een museum dat is verdwenen. En dat doe ik vanaf hier, de Oude Gracht, en het gaat om dit pand. Oude Gracht nummer 317. Hier zat het voormalige Van Baren Museum. Broer en zus Van Baren waren echte kunstverzamelaars. In 1925 begonnen zij hiermee en eigenlijk deden ze dat in eerste instantie om hun eigen woning aan te kleden, maar uiteindelijk groeide het uit tot een enorme collectie. Op sommige dagen kochten ze meer dan 20 schilderijen. Na hun dood werd hun woonhuis, dit huis dus, ingericht als museum. Wat ik zelf een grappig feitje vind is dat broer en zus Van Baren eigenlijk helemaal geen naaktschilderingen bezaten en dit komt waarschijnlijk door hun katholieke geloofsopvattingen. Het museum bestaat vandaag de dag niet meer, maar de collectie nog wel. En die is in langdurige gebruikleen van het Centraal Museum. We gaan ook een kijkje nemen bij Vechtclub XL. Hier lopen een heleboel creatievelingen rond. Je kan het zo gek niet bedenken en je kan het daar vinden. We gaan bij ze kijken voor een aanloop van hun nieuwe evenement, een online evenement, Winterwinkelen. Welkom, jullie zijn bij Vechtclub XL. Ik ben artistiek leider, ik ben Daan Lustenauer. En Vechtclub XL is een creatieve beroepplaats in de wijk Merwede in Utrecht. En dat is heel breed, dus dat gaat van illustratoren tot aan film- en documentairemakers, product designers. Maar er is ook een houtwerkplaats, en er is horeca en er zijn muziekstudio's. Een heel breed scala aan ondernemers die hier gevestigd zitten. Wij zijn Husk Ceramics, dit is Suzanne en ik ben Simone. Wij maken porselein voornamelijk. Dit zijn ook allemaal porseleinen kopjes. En dat doen we allemaal hier in ons atelier, in de Vechtclub. Naast Vechtclub XL herbergt Merwede ook andere beroepplaatsen. En we hebben ons gezamenlijk verenigd in de makers van Merwede, waarmee we ons inzetten voor al die creatieve ondernemers. Zo organiseren we ook ieder jaar eind november winterwinkelen. Wat kort gezegd een markt is waarbij bezoekers in een festivalsfeertje hun december aankopen kunnen doen bij onze en andere lokale creatieve ondernemers. Nou, dit jaar kan dat helaas vanwege COVID-19 natuurlijk niet doorgaan. Maar omdat we niet niets wilden doen, hebben we als Vechtclub XL zijnde samen met De Createur, Kanaal 30 en De Alchemist winterwinkelen online georganiseerd. Waarbij we vanaf 15 november 4 weken lang elke dag een ondernemer uitlichten en ook linken naar de webshops. Zodat we hopen dat die december aankopen alsnog bij de creatieve ondernemers hier gedaan gaan worden. Tijdens winterwinkelen hebben we vaak een uitverkoop. Zijn we echt unieke stukken. Dus dan gaan we eigenlijk in onze webshop een eigen kopje maken. Daar kunnen we dan alles laten zien wat we normaal gesproken hier hebben. Er is veel gaande in de wereld. De maatschappelijke problemen van nu die vragen om antwoorden. Zo ook van de kunst en de kunstenaars. We gaan daarom ook kijken bij de Metaalkathedraal. Hier leer je de onderschatte kracht van de natuur, gemaakt door kunstenaars. We gaan een kijkje achter de schermen nemen. Let's go. Welkom bij Metaalkathedraal. Ik ben de initiatiefnemer en de explicateur. Ja! En neem jullie heel graag mee in de wereld van Metaalkathedraal. Vanuit de kracht van de verbeelding laten we zien dat we in samenspraak met de natuur een geweldig leven kunnen opbouwen. 12 en 13 december gaan wij dus een fantastisch programma maken met de kunstenaars die hier het hele jaar aan het werk zijn. En we werken toe naar een grote kunstmanifestatie in de openbare ruimte van Leidse Rijn. Gaan jullie mee? Kom maar! We zijn nu in het gebouw van Metaalkathedraal, een oude katholieke kerk. En dit is Philip. En Philip is een artist in residence. En die werkt nu in opdracht van Waterschool Utrecht. En wat doet Waterschool Utrecht? Die wil heel graag laten zien hoe we vanuit geniaal water een omgeving kunnen bouwen die voedend is. Voor de aarde en voor de luchten om ons heen. En zij willen heel graag een school bouwen.
En wij gaan ook een buitenschool starten. Dus we hebben nu een Living Lab in Metaalkathedraal, waarin we in de praktijk gaan laten zien dat we een school kunnen bouwen in samenspraak met de natuur, met de allerkleinste, 4+. En Philip is een van de kunstenaars en die laat zien hoe gezond bacteriën zijn. I'm Philip and I'm part of the team Clean for the Water School. In my design practice I look at microbes as collaborators. I'm going to use the process of artisanal bread baking to bring this coexistence with microbes closer to kids. So welcome in the food lab. The beginning of the program will be observing and listening to microbes, but not through our eyes or through our ears, but through our noses and our mouth. And this is to develop sensorial sensitivity for interpreting the activity of bacteria within the bread baking process. So the first moment I arrived here, I immediately noticed the huge oak tree outside. And for me it was clear that it's the perfect element that links the land and the process of food production. But ultimately what we're going to do with the acorns is we're going to process them into bread. It's about learning and understanding the microbiological activity within the bread process. And already here, you can smell what type of microbes are dominantly active. In de eerste lockdown hebben Iris van Peppen en Lightfield Ochoa het idee opgebracht om een boiler room sessie te starten. Dit betekent dat er muzici en dansers van over de hele wereld een live performance geven via Zoom. Vandaag gaan we met hun praten en gaan zij ons meer vertellen over hun initiatief. Hello, my name is Iris van Peppen. I'm a dance artist and choreographer based in Utrecht. Hi, my name is Laisvie Ochoa. I'm also a dance artist and multimedia dance artist. And together with Iris van Peppen, we did the Boiler Room Sessions Live, which is a monthly session hosting 3 experimental artists from all over the world. So it's a virtual theater that you can watch on YouTube. Iris called me because she had the need to move and to interact and to be creative again. How it works is that we have a video call through Zoom and we connect with all the artists in different locations, in different parts of the world, but all connected at the same time. And we stream that live on YouTube, so also our audience is live, and that's what we really like about this format. So we curate performance artists, different disciplines that have an urgency in their work. So it's basically experimental work. Can be musicians, performance artists, dancers, any performance artists. We hebben ook nog een cadeautje voor je. Maandagavond 23 november om 8 uur kun je op culturelezondagen.nl jouw gratis link krijgen om mee te kijken in zo'n boiler room sessie. Veel plezier! Ook deze week brengen Jongeren Cultuurhuis Kanalen Eiland en Overvecht ons weer de uitsmijter van de week. Ze zijn al bezig geweest met rap, beats en drums en ze gaan nu met de kunstdiscipline film aan de gang. Enjoy! Dit najaar worden jullie meegenomen door een jonge filmmaker, Ahmed Bouyaghroumni. Mijn naam is Ahmed Bouyaghroumni. Ik ben 18 jaar oud en ik ben gek op alles wat te maken heeft met acteren en alles wat te maken heeft met de filmwereld. Maar waar ik echt helemaal gek op ben is acteren, zoals bijvoorbeeld stemacteren, imiteren, improviseren vind ik ook hartstikke leuk. En wat ik dan bijvoorbeeld doe is ik werk mee aan producties. En wat ik ook doe is het maken van mijn eigen korte films. Ik heb heel veel gefigureerd eerst om echt te kijken van hoe werkt het op de set, wat doen de mensen op de set. Ik ging altijd vragen stellen, zoveel vragen dat sommige mensen me zelfs vervelend begonnen te vinden. Maar ja, daar heb ik heel veel van geleerd. Waar ik nu naartoe werk is ik wil een van de grootste en een van de meest gewaardeerde acteurs ter wereld worden. En ik geloof dat alles kan. Dus ik geloof dat niks onmogelijk is. Dus ik geloof dat ik daar ook ga komen.
je krijgt hier genoeg hulp om je zeg maar te kunnen ontwikkelen tot een punt waarmee je met dat verder kan gaan. En ja, dat helpt, hè? Want als je ergens je stemmetjes op kan nemen op een professionele manier, dan kun je dat ook weer sturen naar regisseurs en mensen binnen de filmwereld. En dat is wel mooi aan zo'n plek, weet je. Ik ben hier al mijn hele leven, geboren in dit land. Ik kan geen eens fucking 80 cent borrelnootjes permitteren, man. En deze vluchteling is hier pas een paar jaar en is nu al bezig met zijn derde Lamborghini kopen. Hoor je mij of ben je doof? Wat? Deze vluchteling woont hier pas een paar jaar. Is nu al bezig met zijn derde fucking Lamborghini. Dat was hem alweer voor deze keer. Ik wil jullie hartstikke bedanken voor het kijken. Like en abonneer op het YouTube kanaal, zodat je op de hoogte blijft van alles wat er gebeurt in de stad. See ya.